Ik heb mijn haar gewassen, dus het zit een beetje gekkig. En we horen een ambulance even de daar dicht. Hoi! Als jij studeert aan de HVA en je studeert bij de locaties rondom de Wiebestraat, weet je eigenlijk wel wat er verder in de buurt zit? Ik ga jullie namelijk allemaal leuke hotspots laten zien vandaag. Rondom de Amstelcampus, dus rondom de Wiebestraat. Heel veel mensen weten niet dat er namelijk ontzettend veel leuke tenten hier in de buurt zijn. Ik woon er in de buurt, dus ik heb ondertussen wel al wat kennis vergaard, zeg maar, een soort van dingen. Goed verhaal. En die ga ik vandaag met jullie delen en ik hoop dat jullie dat een beetje leuk vinden. En wie weet kan je in een tussenuur of na een deadline lekker daar eens een keertje naartoe gaan. Hoi, Joey hier van de toekomst. We doen nog altijd van die coole vloggers, dus ik dacht laat ik het ook eens een keertje doen. Een lekker make-uploos kopje. Maar goed, maakt niet uit. Ik was een video aan het editen en ik bedacht ineens, ik heb voor jullie in de beschrijving een linkje naar een foto eigenlijk. En dat is eigenlijk een soort van plattegrond van alle hotspots die ik bespreek. Dus kan je precies zien waar je naartoe moet, want ik leg dat niet heel duidelijk uit in de video. Dus dan kan je even op die foto kijken en daar staat alles nog een keertje kort beschreven. Ik hoop dat jullie dat een beetje leuk vonden. Vinden. Nou, dan gaan we weer hoor. Gratis leuke chillplekken. Er zijn 3 plekken hier in de buurt die ontzettend leuk zijn om daar naartoe te gaan. De eerste is het Oosterpark. Het Oosterpark zit echt redelijk dichtbij. Het is nou pak een beetje zo'n 10 minuutjes lopen vanaf de Wiebestraat. En je kan daar ontzettend heerlijk zitten met een lekker biertje erbij of eigen eten meegenomen, lekker picknicken. Ga lekker met wat mensen daar gezellig in het Oosterpark zitten. Haal wat lekkere spullen en ga daar gewoon chillen. Ook kan je aan de Amstel echt ontzettend leuk zitten. Er staan hier ook heel vaak bankjes aan de zijkant, dus je kan daar ook gewoon gaan zitten, een beetje genieten. Dat is bijvoorbeeld perfect voor in de tussenuur of als je misschien een keer je lunch ergens anders op een andere plek wil eten. Kan je daar gewoon even lekker gaan zitten. En daarnaast wat veel mensen vaak vergeten is dat de Pijp echt letterlijk om de hoek is. En de Pijp is echt een ontzettend leuke buurt om te komen. Je hebt er sowieso allemaal leuke plekken waar je naartoe kan. Maar het is ook een ontzettend gezellige buurt waar je ook wel gewoon kleine plekjes hebt om ergens te gaan zitten met vrienden. En ja, het is gewoon echt wat Amsterdamser dan de buurt waar school zit. Supermarkten. Er zijn eigenlijk 3 supermarkten hier in de buurt. De eerste die zit gewoon letterlijk op de hoek. Nou, ik denk dat iedereen die wel kent, dat is gewoon de Spar. Ze hebben daar wel gewoon chill dingetjes die je kan kopen, maar het is meestal redelijk duur. Dus als je ietsjes verder loopt, heb je daar de Albert Heijn zitten. Maar als je de Albert Heijn en de Spar allebei te duur vindt, dan kan je ook nog altijd naar de Lidl gaan. En die zit eigenlijk om de hoek. Je moet even de Amstel over richting de Pijp en daar kom je hem tegen. Het is een kleine Lidl, maar er is alles wat je nodig hebt. Dus als je een keer een avondmaal nodig hebt, kan je daar prima naartoe. Lunchrooms. Er zitten eigenlijk 3 ontzettend leuke lunchrooms in de buurt. En de eerste die ken je misschien, namelijk de Bagels & Bee. Die zit natuurlijk overal door Amsterdam, maar deze zit ook ontzettend dichtbij en kan je voor een prima prijsje een lekkere bagel scoren. En als je ietsje verder doorloopt, dan heb je 2 eigenlijk tegenover elkaar zitten. De een zit aan de ene kant van de straat en de andere aan de andere kant. Je hebt namelijk de Breakfast Club. Daar kan je ontbijten, maar ook lunchen. En aan de overkant zit Grand Café Lokaal. Dat is ook een ontzettend leuke tent waar je ook voor een prima prijsje een lunch kan halen. Bakkers. Er zitten eigenlijk 2 bakkers hier in de buurt en de eerste die zit eigenlijk op de Wiebestraat. Dat is Hartigs Volkoren. Het is eigenlijk best wel een bekende naam in Amsterdam, want ze verkopen alleen maar volkoren producten. Dus als je croissantjes hebt, heb je volkoren croissantjes, maar je hebt ook gevulde koeken die volkoren zijn. Alles is er volkoren. Dus als je nou iets volkorens wil, moet je daar naartoe. En dan heb je nog Bakhuis. Die zit eigenlijk pal naast Weesperplein, het metrostation. En daar heb je eigenlijk van alles en nog wat en kan je eventueel ook nog gaan zitten, want het is ook nog een soort van semi-restaurantje. Dus dat zou je ook nog kunnen doen. En 2 goede tips. Nou, ik denk dat we allemaal wel Vest kennen. Vest is natuurlijk een soort van de stamkroeg van de HVA. En daar kan je altijd lekker biertjes drinken en ook gewoon hapjes halen. En als je daar nog nooit bent geweest, dan is het sowieso een aanrader, want er hangt altijd een hele gezellige sfeer. En dan heb je nog de Eerste Oosterparkstraat. En daar zitten eigenlijk allemaal kleine soort van tentjes. Je kan daar kip halen, je kan daar pizza halen, je kan daar pasta halen, je kan er dunner halen. En het is er echt zo intens goedkoop. Het is echt ongeveer 5 euro daar voor een pizza of voor een pasta of zo. Dus je betaalt er echt niks. En het is gewoon heel chill om daar gewoon eten te halen, omdat het echt kwaliteitsvoer is. En wel gewoon voor een chill prijsje, want we zijn studenten en we hebben het nog steeds altijd niet zo breed over het algemeen, helaas. Ik kan je een soort van scenario geven wat ik wel eens doe. Meestal gaan we met een aantal vrienden eerst een drankje doen bij Vest. En dan vervolgens gaan we naar de Eerste Oosterparkstraat om daar pizza te halen. En dan gaan we uiteindelijk met de pizza's naar het Oosterpark. En dan hebben we drank gehaald bij de Albert Heijn. Nou, perfecte avond. Echt een aanrader om te doen hoor. Het is echt heel chill. En, want je hebt alles zo in de buurt. En mensen vergeten soms dat je ook gewoon in Amsterdam zit hier. En dat je niet alleen hier hoeft te komen voor je studie, maar ook gewoon voor gezelligheid. En ja, die mogelijkheden zijn er. Maar je moet het wel weten. En nu weet je het. Dus nu ga je het niet meer vergeten. En nu moet jij de volgende keer gewoon een keer chill iets gaan doen hier in Amsterdam. Mijn haar zit nog steeds ruk. Maar goed, we doen het er maar mee. Ik hoop dat jullie deze video een beetje leuk vonden. Misschien kennen jullie een aantal hotspots al. Sommigen misschien wel, sommigen niet. En dan heb je nu een aanvulling of juist een afvulling? Nee.
Geen idee wat ik probeer te zeggen. Dat was me in ieder geval. En ik hoop jullie binnenkort weer eens te zien met een andere video. Als je nou wil weten wat voor andere hotspots er verder door Amsterdam zijn, dan kan je deze video kijken. En hierboven kan je abonneren. En dan hoop ik jullie volgende keer dus weer te zien bij een nieuw ander videootje weer. Is een keer, een soort van. Ja, oké.